mensen, top dat jullie weer kijken. Ja, hier staan we, hè, bij de autoschommel. Wat gaan we doen, Volkert? We gaan nu de auto naar beneden laten vallen. We tillen hem omhoog, maar dan nu zonder contramassa. Dus eigenlijk is dat gewoon hetzelfde als een auto over 12 meter naar beneden laten vallen. Waarop op het laatste moment natuurlijk die slinger die auto opvangt. En dan komt hij met 55 km per uur hier langs geslingerd. We hebben de wielen eraf gehaald, dus hij slingert helemaal los van de baan. Test eigenlijk of die auto goed vast zit aan die slinger. Zo is het. We gaan kijken of dat hij niet verandert in een hele grote trebuchet en die auto wegslinger. Zodat de auto vast blijft eraan. Dus nou ja, we gaan hem ophijsen en dan gaan we hem laten vallen. En dan gaan we hem natuurlijk op eigen beweging, op eigen kracht over kop proberen te slingeren. Maar ja, daar zal wel wat vermogen voor nodig zijn. Dus ik ben erg benieuwd. Maar laten we eerst even kijken of dat hij het überhaupt houdt. Nou, we staan er klaar voor. We hebben de auto omhoog geheven. Geen contramassa. We gaan gewoon die auto laten vallen. Wiel, ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. 3, 2, 1, go! Ik heb net even gevoeld aan het frame van het frame dat schuift niet. Dat is mooi. Gaat ook niet, er zit eigenlijk bijna geen beweging in. Er zit een trilling in en die trilling is eigenlijk ook gewoon laag. Dus helemaal in orde. Dan is hij eigenlijk gewoon klaar om in te stappen. Woe! De hoofdoplegging even nog bekijken, maar tot dusver ziet alles er goed uit. Niks constructie kan het goed aan. Mooi. Best goed toch? Ja! Ik heb het afgemaakt, hè! Oh.
Oh ja, hij is af. GoPro is eraf. Ja, hij ligt al. Hopelijk is hij niet kapot. GoPro zit niet vast. Mijn schakelmechanisme is losgebonkt. Oh. Losgebonkt? Ik kon niet meer schakelen, hier. Ik dacht, ging het heel erg mis met achteruit. Ja. Ja, het blok hangt scheef. Ja, motorsteun is afgebroken. Ook dat nog. Ja, dat was te denken. Ja. Kijk zo op zijn donder. Ja. Die motorsteunen zijn niks waard. Dat was toen met die rolgolf ook al. Ja, ja, motorsteun is afgebroken en schakelmechanisme. Maar omdat die motorsteun afgebroken is, is het schakelmechanisme natuurlijk losgegaan. Oh, nee. Ja, bijna 5G was een beetje te ruik voor de motorsteunen. We hadden het toch bijna gehaald. Hij stond boven stil op zijn kop. Ja. En toen faalde ons schakelmechanisme. Ja, omdat die motor dus gekanteld is. Hier, je ziet het schakelmechanisme is eruit gesprongen daar. Dus ik denk dat we een soort van klaar zijn vandaag. Ik denk dat we eerst de auto weer verder moeten gaan maken. En dan gaan we het binnenkort natuurlijk nog een keer proberen. Dus, ik zou zeggen, Volkert, wat vind jij hiervan? Ja, dit is een leuke technische uitdaging die natuurlijk niks met de constructie te maken heeft, maar wel met autotechniek. Ja. Weet het, kun je die nog verstevigen, die steun of zo? Ja, we hebben dat vaker al gedaan. Want dus, dat zei ik, hè, die motorsteunen die gaan het niet leuk precies, vinden. Want die 5G belasting, ja, wat zou zo'n motorblok wegen? 100 kilo. Ja. Maar ja, er wordt wel op een gegeven moment met 500 kilo aangetrokken. En dan natuurlijk, elke keer met neerkomen, dat die aandrijving zo een klap krijgt, dan wil die ook kantelen natuurlijk. Ja. Dus dat in combinatie met die G-kracht, die trekkracht naar beneden eigenlijk, dat is zo. Maar het viel niet tegen, want eigenlijk kunnen we wel zeggen dat het experiment dan in zoverre geslaagd is. Als dit gewoon was blijven gaan, dan was het gelukt. Hij stond gewoon stil. Ik was op het laatst in z'n 3 aan het schakelen met vooruit. Het was eigenlijk met naar achter gaan dat hij naar de bal ging. Ik denk dat ik op een gegeven moment bij een bepaalde snelheid moet je hem gewoon vrijzetten in z'n achteruit en dan in z'n 3. Vooruit. Dan alleen nog maar vooruit rijden. Ik denk als we gewoon een motor hebben die vast blijft zitten, dat we het wel halen. Ja, dus, ik zou zeggen, mensen, vooral blijven kijken natuurlijk. Bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende!